Gielen met Danny Brouwer heeft 1,5 lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt Hampshire F. Boko en erachter Gerco Steenwijk. Dat zijn op dit ogenblik de drie paarden die op dit moment nog in het front waar te nemen zijn. Budweiser DF is nu aangesloten in vierde stelling. Devil erachter, dan El Niña Freo. Going to the Run zakt terug door het veld als een steen in water met Lux Valentine. En aan de buitenzijde Giel van Kamstraan. Zo zijn we in de laatste rechte lijn. Gielen aangepakt door Hampshire F. Boko. En helemaal aan de buitenzijde Gerco Steenwijk. Dat zijn de drie kemphanen die het gaan uitvechten. Het is Hampshire F. Boko met Sonja Rutkoon. Heeft de leiding hier. Dat is op dit moment de leider. Hampshire F. Boko, die wint het hier. Gerco Steenwijk. Daarachter volgt dan op de derde plaats Gielen. Hans, jij mag in jouw beste Vins gaan huldigen Sonja Rutkoon. Ze wint met nummer 8 Hampshire F. Boko. Satan Perkile, zeggen ze dan. Maar dat zijn dan de tegenstanders die dat zeggen. Dat is de enige Vins dat ik ken, dames en heren. Ooit geleerd van Mico Marnine. Maar niet te vertalen. Gaan we ook niet vragen aan Sonja straks wat dat betekent in het Nederlands. Maar ze wint, dames en heren, haar derde start in Nederland. En haar derde overwinning met hetzelfde paard. In de Plaza de Ketting van de Valk Hotelprijs. Trainer is Bas Krebas, paard zijn bezit van Stal PD. Moeten nog even wachten op de bloemen, dames en heren. Niet dat ze nog geplukt moeten worden, maar die staan in de vrachtwagen. Er is nu een bestuurslid onderweg. Praat even met Peter Delens in de tussentijd. Peter, drie keer achter elkaar. Dat is toch niet normaal? Nee, dat is echt heel bijzonder. Een paard, ik schreef het in mijn column. Björn Goebe heeft er twee keer meegereden. Bas heeft er meegereden. John de Leeuw, Dennis Minnema. Iedereen heeft er meegereden. Niemand kon er mee winnen. En Sonja rijdt drie keer met het paard en wint drie keer. Dus dat is heel bijzonder. Sonja, I come to you now. I spoke to the trainer. We go a little bit forward because otherwise they don't see you. Camera is over there. The trainer said you like to stay in Holland. Is that definitive now? I can't say anything yet. You can't say anything yet. We like to have you here. Is that enough? Maybe. Oh, moeilijk met dat Vins, dames en heren. Het is altijd lastig, Finse dames. Start over 12 minuten. Daar zijn de bloemen, dames en heren. Ik heb geen ervaring met Finse dames, Peter. Daar zijn de bloemen en Sonja krijgt ook bloemen. Dan gaan we nu de foto maken, dames en heren. De foto die ongetwijfeld een mooie plek zal krijgen in de kantine bij Bas Krebas. Bas Krebas heeft in zijn kantine 1 vrouw aan de muur hangen. Het wordt hoog tijd, Bas, dat we die vrouw maar eens inruilen voor deze. En voor de duidelijkheid, dames en heren, is geen rare poster. Het is een Amerikaanse rijdster. Zeg ik, Zweedse rijdster, ja. Waar Bas fan van is. Bas, want nu is hij fan, dames en heren, van Sonja Rietkeulen. En zij gaat voorrijden met Hampshire F. Boko. Geef haar een groot applaus, dames en heren. Misschien trekt dat haar wel over de streep. Want ze wil graag blijven. En Bas zegt, de kans dat het gaat gebeuren is ook best wel aanwezig. Maar Sonja moet er nog even over worden overtuigd, dames en heren. Dat kunt u misschien doen. Geef haar een applaus. Daarbij start gevallen. Uiteindelijk zijn de paarden dan gestart. Niet iedereen is even goed van start, maar uiteindelijk komen de paarden op gang. Behalve dan de 7 Daydream Melo. Die maakt echt een zware galoppade aan de start. En we gaan af op de eerste bocht. En dat doen we met aan de leiding Gerco Steenwijk. Gerco Steenwijk, die aangepakt wordt door Gielen bij het indraaien van de eerste bocht. Twee lengten erachter ligt Devil en daarachter volgt dan Lux Valentine. Dat zijn de best geplaatste paarden bij het uitdraaien van de eerste bocht. Verder weg in het veld Hampshire F. Boko met daarnaast dan niemand minder dan Going to the Run. Herhaling uitgeschakeld 7. Terwijl Daydream Mellows uitschakeling wordt herhaald, hebben we aan de start van het veld Budweiser DF als mede Giel van Kamstra. Paarden halverwege de overzijde alweer op weg naar de manegebocht en Gielen heeft intussen de kop genomen. Maar daar komt aan de buitenzijde Going to the Run. En Going to the Run gaat met het indraaien van de manegebocht de leiding overnemen. Gielen nu op de tweede plaats en daarachter Hampshire F. Boko in het tweede spoor ten opzichte van Gerco Steenwijk. In vijfde positie vol Devil. Zesde, daarachter is Lux Valentine en zevende El Niña Freo. In achtste stelling Budweiser DF.
En negende is op dit ogenblik Giel van Kamstra. Als de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune zijn. En straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde van een meter of 1000 hier op het groene gras van Emmeloord hebben af te leggen. En hebben we nog altijd Gillen aan de leiding. Met in het tweede spoor aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Dat zijn op dit moment de twee paarden die het veld aanvoeren. Daarachter volgt in derde positie Going to the Run. Die even aan de leiding mocht ruiken. Maar die alweer heeft moeten overgeven. Gerco Steenwijk die flankeert Going to the Run. En zo gaan we dan weer de coolboxbocht in. Met verder weg in het veld dan Devil en Lux Valentine aan de binnenzijde. Dan El Niña Freo met Giel van Kamstra. En Budweiser DF sluit nu de rij als de paarden de bocht uitkomen. En voor de laatste maal aan de overzijde van de baan zijn een Gillen nog altijd leidt. Gillen met drie kwart lengte voorsprong op de tweede plaats volgt dan Hampshire F. Boko. Derde is dan Going to the Run in het gezelschap van Gerco Steenwijk. Daarachter dan Devil met Lux Valentine, Budweiser DF. Daarachter volgt dan El Niña Freo. En zo zijn we dan op weg nu naar de laatste bocht. En bij het indraaien van de laatste bocht is Gillen nog altijd onze leider. Gillen met Danny Brouwer heeft anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt Hampshire F. Boko en daarachter Gerco Steenwijk. Dat zijn op dit ogenblik de drie paarden die op dit moment nog in het front waar te nemen zijn. Budweiser DF is nu aangesloten in vierde stelling. Devil erachter dan El Niña Freo. Going to the Run. Zakt terug door het veld als een steen in water met Lux Valentine. En aan de buitenzijde Giel van Kamstra. Zo zijn we in de laatste rechte lijn. Gillen aangepakt door Hampshire F. Boko. En helemaal aan de buitenzijde Gerco Steenwijk. Dat zijn de drie kemphanen die het gaan uitvechten. Het is Hampshire F. Boko met Sonja Rutkon. Heeft de leiding hier. Dat is op dit moment de leider. Hampshire F. Boko. Die wint het hier. Gerco Steenwijk. Daarachter volgt dan op de derde plaats Gillen.